Beste Jean, ja? Je bent single, je bent niet getrouwd. Maar je gaat nu wel op date met de vrouw van je leven. Wie dat ook mogen zijn. Ja. En je hebt afgesproken in een heel gezellig, zo'n intiem restaurantje, zo'n Italiaans restaurantje. Pizza. Er is... Dat Giovanni's eigenlijk. De Giovanni's. En er is weinig licht. Je zit aan een rond tafeltje met een tafelkleedje zo met rode en witte vierkantjes. Weet je wat ik bedoel? Ja, ja. Dat Giovanni's dus, ja. En er staat een kaarsje op tafel. En de date gaat goed. Jullie hebben het over koetjes en kalfjes. Maar plots, je kent dat gevoel misschien, plots valt het gesprek stil. Je raakt in paniek, want je denkt van, godverdekken, nee, dit mag niet fout lopen. Want 5 seconden pauze of stilte, ongemakkelijke stilte dan in zo'n date, kan dodelijk zijn uiteraard. Ja. En voor je het weet, wijst ze jou af. Hè? Je weet uiteraard hoe dat voelt. Alweer. Maar om dat te redden en om te weten waarover te praten op zo'n blind date, op zo'n superbelangrijke date, is hier voor jou de enige echte... Dr. V. Alright. Maar Peter, ik wil nu toch wel even vragen, moet het echt met Sean ook? Ik vind dat een beetje raar. Ik vind het ook raar dat hij dan moet vragen aan Sean van... Allee, ik ook, want... Ik vind dat ook... Ik weet het, je zegt van de traditie wil het, maar kunnen we de traditie niet even overslaan? Moet dat echt? Het is heilig schennis, man. Zullen we eraan beginnen? Ja, maar geloof me, jij wil dat niet, hoor. Nee, goed. Straks vraagt hij... Wat er gaat gebeuren? Ik ben Dr. V, dus ook thuis. Neem even pen en dat papier. Dat ik al gesmoest, Pen en papier, want ik ga een aantal tips geven die je kan vertellen als je op blind date bent en je weet even niet goed meer wat zeggen. Ja. En we doen dus alsof we op restaurant zitten. Dus Eline, Sean en ik, wij zitten op restaurant. En het gesprek valt stil. Dan kan je bijvoorbeeld vragen om het gesprek op gang te helpen en om je date te verleiden. Kan je vragen, zijn jullie slimme mensen? Vinden jullie zelf, Eline? Goed, geen probleem, Sean. Dat is al een te moeilijke vraag. Ja, dat kon ze al niet doen. Maar goed, Sean, jij? Behoorlijk. Behoorlijk. Wisten jullie dat onze hersenen meer dan 25% van onze energie verbruiken? Mooi, ook als we slapen. Dat inderdaad. Weet ik niet helemaal. Okay. Ook wel belangrijk dat als je het internet heeft. Ik heb laten vertellen dat als je slaapt, dat je dan echt ontzettend veel verbruikt gewoon in totaal. Meer dan als je wakker bent, blijkbaar. Ik heb het ook gelezen, Zie je zo slim ik ben? Ik heb het gevoel dat het gesprek opnieuw stilvalt, maar geen probleem, want dan kan je vragen. Wisten jullie dat chimpansees kunnen leren om speren te gebruiken om op jacht te gaan? En kangoeroes? Dus mensen kunnen... Kangoeroes niet. Kunnen die dat ook? Maar chimpansees wel, dus mensen kunnen aan chimpansees aanleren om speren te gebruiken om op jacht te gaan. Ja, Planet of the Apes tafereelen zie ik hier voor me. Ik zou het niet doen. Ik zou het ook niet doen eigenlijk. Maar ik denk, ik heb hier op een knopje gedrukt. Ze kunnen ook aan zangeressen en zo, aan dieren ook, kunnen ze ook dingen ook aanleren om te zingen, hè? Ja. Ik vind dat raar eigenlijk. Wat voor knopjes? Ik heb net een knopje ontdekt om mijn microfoon aan en uit te zetten. Goed. Oké. Dat is vreemd dat in een restaurant iemand begint over zijn microfoon. Sorry, we zijn terug in dat restaurant met die mooie dame. Je werkt niet helemaal mee. Sorry, radio is nieuw voor mij. Het gesprek valt opnieuw stil. Dan heb je nog één onderwerp. Om je date in de moed te brengen, want je wil natuurlijk op het einde van de avond met je date naar huis gaan en gezellig van poepke zwam doen. Maar dan kan je dus over het volgende hebben. Wisten jullie dat 70% van alle seksspeeltjes die gemaakt worden op de wereld, gemaakt worden in China? Nee, ik heb wel vandaag gehoord dat er, en dat is toevallig, iemand bij Jim had het daarover, dat er een dildo is gemaakt helemaal uit lekkerstok. Of hoe zeg je dat? Een lekkerstok. Ja, lolly. Ja. Een lolly. Uit een lolly. Dat vind ik nu niet zo vreemd. Heb je dat al gehad? Maar nee, maar er kan aan gelekt worden. Ja, laat maar. Oké, goed. Dan volgt nu de vraag. Vuile praat hier op restaurant. Ik dacht dat ik hier op een chic restaurant zat. Met de Michelinster. Hoor je al die kindjes hier op de achtergrond? Dus je biedt laat een ober alles vallen, kijkt ze. Wat is restaurant van een IKEA of wat? Pieter, moet ik nu ook aan Sean dan vragen of Dr. V, om te muilen? Goed. Nee, manneke, sorry, maar dat vind ik echt... Dat gaat te ver. Dan vraag ik het aan jou, dan ga jij het moeten doen. Eline, nee, ik ga niet muilen. Nee, ik ga niet muilen. Oké, Sean Dont, muilen. Oepamuil, jongen. Ik vind het niet zo erg. Vond ik wel een super antwoord eigenlijk. Ja, maar... Op in muilen.